In de volgende podcast Sta op en schitter neem ik Anja, jullie mee in korte overdenkingen. Als christenvrouw, moeder en echtgenoten wil ik u hun en aansporen om op te staan en te schitteren. We zijn niet gemaakt om in Gods Koninkrijk stil te zitten en iets te doen, maar om op te staan en dienstbaar te zijn. In de eerste plaats zien we voor God, daarna zien over ons gezin, onze partner of onze geloofsgenoten. En als gevolg zullen we dan ook schitteren in de wereld. Neem je Bijbel bij de hand, want zonder Bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. In de vorige uitzending heb ik een oproep gedaan om je licht te laten schijnen in kleine dingen. In deze tweede uitzending gaan we het juiste fundament bekijken. Van onze woning en gaan we bouwen op de rots Jezus. Ik lees terug uit de herziene Statenvertaling. We lezen in Matthäus 7, vers 24 tot 27. Daarom ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen. En de winden waaiden en storten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaaseman vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. Het gaat hier over het bouwen van een huis. Deze beeldspraak van het bouwen van het huis is zo'n krachtige boodschap voor ons. Het gaat hier uiteraard over het bouwen van een geestelijk huis. Zowel de wijze als de dwaze horen de boodschap. Horen is hier dus geen probleem. Alleen wat doen we met de boodschap die we krijgen? We hebben steeds de keuze om te gehoorzamen of niet. We bekijken eerst de dwazen. In de versen 26 en 27. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een man vergeleken worden, die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden, en sloegen tegen dat huis, en het stortte in en zijn val was groot. In de praktijk zie ik dit helaas vaak. Mensen komen tot geloof en denken dat ze veilig zitten in hun woning. Een woning die er op het eerste gezicht hetzelfde uitziet als bij de wijze: stevig, mooi, gezellig ingericht met meubeltjes, voorraadkasten gevuld, beschermd tegen motregen en wat sneeuw, niets te zien aan de buitenkant. Tot er iets ergs gebeurt in hun leven. De slagregen komt, de waterstromen komen en de wind gaat stevig tekeer. En in die felle tegenslagen heemt ze strijd op. Zetten ze God aan de kant of geven hem zelf de schuld van alles? In de strijd van het leven herkennen we de ware christenen. Die stand houden en geloof niet verliezen. Misschien dacht de dwaas wel dat hij veilig was. Maar zijn huis kon geen storm aan. Hij is dom geweest om te denken dat hij kon bouwen op zand. Denk daar maar eens over na. Wie wil er nu een huis bouwen op zand? Het klinkt erg dom. Hoe zit het met ons leven? Wanneer Satan onze verleidingen en beproevingen brengt, kan het aanvoelen alsof we worden overspoeld door een vloed. Alsof ons huis van onder ons voeten weggaat. En misschien heb je zelf ook al eens op zand gestaan. En wanneer de vloed van verleiding en beproeving kwam, viel je als die dwaas. Maar... Wees niet ontmoedigd. Kies ervoor om te leven als een wijze. Sta weer recht en bouw verder op een goed fundament. In de versen 24 en 25 hebben we gelezen Daarom, iedereen die de woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. De wijze luistert en gehoorzaamt. Hij bouwt zijn huis op een rots. Zijn fundament is Jezus. In 1 Korinthe 3, vers 11 staat er, want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is. Dat is Jezus Christus. Jezus is het enige fundament dat kan standhouden. Jezus volgen is een bewuste keuze. Het is het uitspreken dat je gelooft dat hij voor je de zonden gestorven is. Het is je leven in zijn handen leggen en gehoorzamen aan de Bijbel. Je kiest ervoor om Jezus als fundament te nemen, door hem iedere dag te betrekken in je leven. En het is dat fundament die er zal voor zorgen dat je huis stand houdt wanneer de slagregen, de waterstroom, de wind komt. Of anders gezegd, dat fundament zal zorgen dat je stand houdt wanneer er ziekte, tegenslag of verdrukking komt. Psalm 18, vers 3 staat: De Heere is mijn rots en mijn burt en mijn bevrijder, mijn God, mijn rots, tot wie ik de toevlucht neem, mijn schild en de hoorn van mijn heil, mijn veilige vesting. Jezus is de rots. Rotsen zijn indrukwekkend. In mijn vrije tijd ga ik graag wandelen. De mooiste wandelingen zijn dan ook waar er bergen en rotsen zijn. Je beseft dan ook zeer goed hoe klein wij zijn en hoe groot God is. Rotsen zijn stevig en kunnen niet verplaatst worden. Als ik op de top sta en zie wat God gemaakt heeft, dan kan je alleen maar dankbaar zijn. Jezus is onze rots waar we moeten opbouwen. Stel jezelf de vraag. Is je leven gebouwd op de rots? Is Jezus jouw vesting? Iedere dag opnieuw mag je kracht putten uit zijn woord en je vertrouwen op hem stellen, onze verlosser. Het is zo belangrijk om God op de eerste plaats te stellen in het leven. Lees je Bijbel, een onderwerp die in de volgende uitstelling aan bod zal komen. Maar dan moet het niet eindigen, want misschien deed de dwaas dit ook wel. Hij luisterde, maar was niet gehoorzaam. Dus wees gehoorzaam aan wat God van je vraagt. Leer God kennen in al zijn aspecten, bijvoorbeeld als een liefdevolle vader, maar ook als een straffende vader. God beloofde ons geen veilig en rustig leven, maar wel een behouden toekomst. Dus als de slagregen valt, de waterstromen komen, of de winden waaien en beuken in je leven, Vertrouw dan op zijn woord. Hij is erbij. Ook in de moeite van het leven. In de beschrijving van de aanvallen is er maar één verschil. Bij de wijze staat er beukend in het huis en bij de dwaze staat er sloegen in het huis. Blijbaar kun je veel meer aan wanneer je fundament goed is. Een dwaze zal veel sneller te gronden gaan dan de wijze. Alstublieft, bouw je huis op de rots. Laat Jezus jouw fundament zijn. We zijn als christen dus niet vrijgesteld van stormen. Het is niet zo van: oké, okay, nu je een christen bent, zal er niets ergs meer met je gebeuren. Eerlijk gezegd, hebben de meesten van jullie dat nu waarschijnlijk wel door, toch? Als christen word je nog steeds ziek. Je zult nog steeds problemen hebben met jouw baan, of huwelijk of kinderen. Je hebt nog steeds regen, overstromingen en wind. De boodschap van het christendom is niet: je aanvaardt Jezus in je hart en vanaf die dag gaat alles goed. Dat is een valse evangelie. En je staat jezelf en anderen voor bittere teleurstelling als dat hetgene is wat je gelooft. Er zijn regen en overstroming en wind voor iedereen in het leven: degenen die hun leven op de rots bouwen, evenals voor degenen die hun leven op het zand bouwen. De stormen van het leven zijn voor ons allemaal. Het grote verschil is dat we als christenen een God hebben die ons door de stormen heen haalt, en die hulp is voor iedereen anders. Een prachtige getuigenis is het waargebeurde verhaal van Joni Eriksen een verhaal over een jonge vrouw die in 1967 een duikongeval kreeg, waardoor ze verlamd raakte. Christen zijn, voorkwam niet dat Joni verlamd raakte. Haar verhaal is inspirerend en bemoedigend. Ze is niet bij de pakken blijven zitten en heeft stand gehouden. Vanuit haar rolstoel bemoedigt ze vandaag nog steeds mensen. In 2010 kreeg ze de diagnose borstkanker. En Na een lange lijdensweg genas ze. In 2018 kreeg ze voor de tweede maal kanker. Ze heeft een verbazingwekkend kijk en een sterk karakter. Ze getuigt wereldwijd nog steeds over God. Ik geloof dat ze dat alleen kan omdat haar leven op de rots is gebouwd. Het juiste fundament, Jezus. Als jouw weg moeizaam loopt, hou je ogen dan gericht op Jezus. Wees op je goede en blijf standvastig in je geloof, zodat je recht blijft staan bij verleiding, teleurstelling, verdrukking, angst, pijn, ziekte of verdriet. En blijf voor ogen houden, we zijn onderweg naar Gods Koninkrijk. En hoe moeizaam die weg ook kan zijn, Jezus, jouw beste vriend, gaat met je mee. Maar vergeet je vriend dan ook niet uit te nodigen voor de wandeling. Hij is slechts één gebed van jou verwijderd. Jezus wil geen heerselijk huis die er aan de buitenkant perfect uitziet, maar waarvan het hart niet op Hem is gericht. Hij wil een huis. Dat een kloppend, warm en liefdevol hart geeft voor Hem alleen. Dus bekijk je hart. Bekijk je fundament voor je verder gaat met je leven bouwen. Bouwen is iets actiefs. Een bouw komt er niet vanzelf. Ik las onlangs een mooie spreuk op het internet: Een goede vriend kent al jouw beste verhalen, maar je beste vriend heeft ze allemaal samen met jou meegemaakt. Laat Jezus jouw beste vriend zijn. En bouw samen aan je huis. Dankbaar kan ik terugkijken naar de stormen in mijn leven. En ik ben blij dat Jezus in die momenten mijn fundament was. En hopelijk kunnen jullie hetzelfde zeggen. Deze podcast kun je steeds opnieuw beluisteren via de website en app van twr.be. Als je deze aflevering leuk vond en je wilt de podcast helpen ondersteunen, deel hem dan met anderen. Heb je gebed nodig? Of wil je reageren op deze uitzending? Zend dan gerust een mailtje naar anjeatwr.be. Bedankt voor het luisteren!